Oh my god, mensen. Vandaag is het zondag. Dus zeg we. Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pepe Bloe. Hoppa. Nieuw dag, nieuw vlog. Voilà, we zijn dus nog altijd in Tervuren en geslapen. Hij hoeft slapen. Ze is nog aan het slapen. Dus ik zo vaag slaap, maar het was hier wel mega warm hier in de kamer. Gelukkig hadden we een waaier, maar toch nog, het was gewoon echt warm en zo bevangen. Het was dus zo weinig lucht, we hebben de hele tijd de ruiten opengezet. Het was niet slecht, maar het was gewoon ook. Thuis is het toch altijd anders dan als je zo op hotel zit. En zeker die hoefkussens. Die hoefkussens zijn zo plat en al. En, oh. Maar oké, ja. We zijn dankbaar met wat we hebben. Er zijn erge dingen in het leven. Maar wat er ook ambetant was, was dat er hier geen stopcontact is naast u, naast het bed. Hoeveel hotels dan maar al gedaan hebben, dat er dus echt geen stopcontact naast het bed is. Dat is zo, maar zo onbetant voor uw gsm op te laden, want dat moet dan daar op dat tafeltje zijn. Oh, jongens, dat gewoon één stopcontact aan elke kant. Meer heb je niet nodig. Want ja, er hangt hier geen klok, dus moet je uw gsm daarop laden. Maar ja, je weet niet hoe laat, als je wil weten hoe laat dat is of zo, je weet het niet. Dus dat is echt allemaal zo onbetant, maar oké, hey. Nu is het gedaan met klaar. Nu gaan we eens aan. Dus de badkamer. wel, soms klaag ik thuis een keer van de druk van het water is niet zo hoog of zo. Of weet ik, en hier tel ik nu een drukreiniger. Ik zweer het u. Zo nat de straal dat dat is. Dat is niet normaal hoe hard dat dat. Ik kan het niet geloven. Maar ja. Maakt niet uit. Vanaf 7:30 mogen we naar beneden gaan voor te ontbijten. Het is nu 7:15, dus wat ga ik doen? Ik ga met mijn Maxke douchen, mijn tand poetsen en al. Mij klaarmaken, vers kleren aan doen. En dan gaan we naar beneden gaan eten, gaan ontbijten. Dan gaan we terugkomen, dan gaan we alles hier opruimen in de bad, in de kamer. En dan gaan we vertrekken naar Brussel. Vandaag gaan we een dagje Brussel doen. Ik heb nog nooit, ik zeg ik heb nog nooit, ik heb misschien wel al in Brussel geweest, maar niet zo echt in centrum en zo, weet je al. Of misschien als ik echt heel klein was, maar ik kan me echt niet meer herinneren dat ik Manneke Pies gezien heb, of ik veel maar. En ook, ja. Het is mannekepies. Het is niet voor te zijn dat zo spectaculair is. Maar toch wil ik het een keer zien vandaag. Dus gaan we een keer een dagje in Brussel doen. Goed. Allee, we gaan bijna nog een dag. Let's go. Yo. Ik ben kapot. Hey. Voilà, zie mensen. Lekker gedoucht. Anouk is ook lekker gedoucht. Voilà, ze loopt daar. Voilà. En nu gaan we dus gaan ontbijten. Maar het is hier zo warm. Hoe warm dat hier is. Het is voor dood te vallen. Het is hier echt voor dood te vallen. Nee. Het is hier zo bevangen. Ja. Eigenlijk. De gevangenis of zoiets. I don't know. Ja, ik weet het niet. Het is hier goed, maar het is hier gewoon warm. Het is hier geen lucht. Ik bedoel, dat is goed. Allee. En jongen, moet jij een koffietje hebben? Ja. Ja? Ja. Oké, allez. Let's go eat. Voilà, het ontbijtje is gedaan. Ik heb dus mijn tandjes gepoetst. Ja, het ontbijt was een beetje sober, hè? Hè? Zo gaan we. Het was niet slecht. Het was sober. Voilà. Niet aan te doen. Het is wat het is. Het was niet slecht, zeg ze. Het was gewoon triestig. Ja. Ah ja. Dus, dat is toch? ja. Ondertussen zit ik hier in het zetelke, want je komt dus naar boven van het ontbijt. En ik zo, ja, begin opruimen en alles wegsteken.
Maar ik voelde al van dat Anouk zei in haar eigen van zet u hun in een zetel en laat mij dat doen. Dus ik mag hier niks doen. Voilà, kijk. Anouk is haar schoenen aan het aandoen en toch als ze zei hier ja, alles opruimen, want als ik dat wegsteek, ja, dan is het weer niet goed. Of het is, maar dat moet daar niet. En nee. Dus, geen probleem. Meneerke zit hier in de zetel, op zijn maxke. Ik heb ook niet te veel gegeten, dat ik niet slecht word, weet wel. Gewoon rustig. Ik heb een beetje eitjes gegeten, klein beetje spek, maar allemaal een klein beetje maar. Hè. En dan een potje, ja, een potje dingen. Nee, fruit. Fruit heb ik gegeten. Ik heb geen koffie gedronken. Klein beetje fruitsap, dat is al. Beetje vitamintjes. Ja, voilà. Dus ik denk binnen een kwartiertje, als ze hier alles gedaan hebben, en dan zijn we ermee weg. Dan gaan we uitchecken en dan gaan we naar Brussel. Naar Brussel. Is zo dat ze het zeggen? Brussel of Brussel? Ja, ze hebben toch zo'n accent. Brussel. Brussel. Maar ja, het is Nederlands, hè. Brussel. Wat weet ik veel. Nu, we moeten gewoon hopen dat het niet regent, want ik heb geen trui mee. Allee, ik heb geen trui mee, ik heb zelfs geen vest mee. Dus ja, jij hebt gewoon een trui mee, maar ook geen vest, hè? Ah ja. Voilà. Goed. Allee. Zeg, tot ziens, hè. Let's go, you. Ja mensen, we zijn dus in Brussel. We zijn 2 seconden in Brussel. Ik heb nog nooit zoveel daklozen bij elkaar zien. Ja man, what the fuck is dat? Dat is toch echt zot. Goed, kijk, we zijn hier nu in, ja, ik weet niet waar dat we zijn. In de Koninklijke Galerij. Koninklijke Galerij, ah ja. Anouk is een beetje met een hits hier. Dus ja, we gaan hier een keer een beetje wandelen in Brussel. En we gaan het wel zien waar we gaan uitkomen. Ja. Iets. Ja, dat is wel met de hand. Hè. Ah, dat is met de hand. Hij weet dat allemaal. Ah, ja. Ja. Het is goed dat hij dat weer weet dat dat allemaal met de hand gedaan is. Dat is allemaal hand. Dat is kant en klaar. Nee, maar. Ja. Is dat mee te nemen? Nee. Is dat mee? Pak misschien wel om mee te nemen. Hè? Is dat misschien chocola? Nee. Het is kant. Ah, het is kant. Ziet dat niet? Ah, 18,5 euro voor een servietje. Ja. Niet doen, hè? Maak het maar een keer, hè? Toch niet, hè? Nee. Ja, dus we hebben hier de zuste macarons gezien voor €1,60 voor eentje, voor zo één koekje. Ja, dus dat doen we niet. Maar ik zat te pijzen misschien voor u, ja, gewoon omdat ik u graag zie, dat een nieuw chakosje. Zo, dat rood bijvoorbeeld. Wat denkt u daarvan? Of misschien dat daar? Liever dat? Ja. Ah, en het is maar, hoeveel was het? 5.500 euro. Ja. En dat kleintje? 4.900. Ja. Wel, ik kan pijs voor dat en misschien doen. Dat riemke is nog apart. Ah, dat riemke is apart. Ja, ah ja. Dat is 450 euro. Maar ik kan pijs voor hun niet te doen. Hoi! Voilà, die mensen. Het eerst overdreven, niet normaal monument dat we hier zien in Brussel. Dat is echt zot. Voilà, Jeanneke Pépé. Dank.
Janneke Pies. Allee. Voilà. Dat van Monica Pies en Janneke Pies. Voilà. Dat zijn de monumenten van België. Meer pedofiel kan niet, hè? Wat zijn onze monumenten weer? Een klein die aan het pesten is. Yo! Allee. Hey, maar ja, pas op, hè. Dat is plezant. Ik ben blij dat ik het keer zien, hè. Ja. Als je in Brussel zit, moet je Janneke Pies zien. Voilà. Mal afgelegen hier, hè, Janneke? Hè? Eigenlijk is dat weer. Maar ja, kijk. Het is van 25 tot 27. Oh, wat is het nu? Ze zijn gemaakt in 25. Oké. Ze staat hier van 27. Ah, dat is niet zo oud dan. Janneke? Janneke is nou niet zo oud. Allee. Goed. Allee, veel pies genot. Hoi. Ja, we staan hier bij het volgende aan kabel Bulls, wat is dat daar? Voilà. En het schijnt, als je erover wrijft, dat dat meer veel... Nee, het is goed. Het is goed, joh. Dat dat meer veel geluk brengt. Dus ik ga er gewoon basic een halve dag op leggen. Ik was met mijn bloed naar hun opleggen. Ik ga er gewoon een keer... ga ik dat zelf een keer over streven. Allee, streven maar een keer. Doe maar. Allee. We gaan een keer samen over streelen. Voilà. Streelen maar ze. Oh ja. Oh, ik ga goed streelen ze. Is het, ja? Oh ja. Ik ga nog een half uur stok hier. Ja? Oui. Ça porte bonheur. Ah, d'accord. Merci. Voor extra bonheur. Of zoiets. Goed, oké, dat was dus mijn... De meesten en Frans ook niet kunnen, Moi parle français très bon, moi ça c'est pour le vrai vie. Bonheur. Oh my god. Allee, maar we gaan eens nog een foto trekken daarbij. Kom, let's go. Lassie, toegekomen aan Manneke Pies, je hebt la. Voilà, het is echt zot. Hoeveel mensen hebben hier foto's staan te trekken van de kleine die staat te pissen? Eigenlijk moet ik je best stilstaan. Het is gewoon een beeldje, maar stel je goed te pissen uit. Allee. Hopla, welkom tour. Veel China story. Hè? Nou, wij ook, ja. Maar... Hopla, volgende. Hoeveel Chinezen doen er hier al stormen? Mooi jongens toch. Heel China hier al stormen. Is dat toch geen fietsen? Hupla, volgende. Hè? Ah, de fietsen aan de hevel. Ah ja. Voilà, volgende. Nou, allee, ik ben blij dat ik het gezien heb. Om ook een keer een foto te trekken samen. Ja, we staan hier. Dan wil je ook... Allee. Volgende. Ja, kijk. Het zijn van de West-Vlamingen ook, die hier... Oh, we gaan een foto vertrekken bij Smarke Pizzi! Goed zeg! Voilà ze, allee, let's go! Lassie, ik ben een hongerke. Ik ga hier een wafel eten met aardbeien. En ook ga broodje eten met kalkoen en een koffietje, een colaatje. En dan erachter gaan we wat doen? Koudenberg. Ah ja, toen gaan we naar een berg. Maar ja, je hebt eigenlijk bij een zicht over. En een zicht over Brussel. Allee. Dus we gaan een beetje klimmen. Ja, ja. 700 meter naar boven. 700 meter naar boven. Ik kan beter water kunnen dronken. En een appelsien. Allee, smokelaak.
Voilà mensen, we zijn hier op deze mooie plaats hier. Voilà, zie. En daar is de Koninklijke Bibliotheek. En Anouk heeft weer een weetje. Voilà. Blijkbaar elk een boek die in België uitgebracht wordt, moet naar hier opgestuurd worden. Dat de Koninklijke Bibliotheek van België is. Dus elk een boek dat ooit in België uitgebracht wordt, ligt hier. Dus als je van plan zit om een boek te schrijven, moet je dat ook opsturen naar hier. Ah ja. Goed. Anouk is de opzoeker. Dus dat licht werkt hier niet. Nee, dus moeten we gewoon opletten en oversteken. Voilà, zie. Goed, allee. We gaan een beetje verder weer. Bedankt voor het weetje van de dag. Joepie. We zijn momenteel in de Sint-Jacobskerk en Anouk heeft nog een weetje. Zeg het keer wat er hier is. Hij zegt het. Voor de kijkers. Boudewijn is hier begraven. Boudewijn is hier begraven. Voilà. Dank u Anoukske. Dat je dat weer gezegd hebt tegen de mensen. Ja, we zijn nog ooit wel leest. Weet je het, maar hij leest niet. Nee, ik heb het al gezegd. Ik kijk alleen maar naar de prentjes. Ja, ja. Ik zie hier de meneer met een bril. Voilà. Zalig, weet je wat dat is? Ja, wist ik veel wie dat was. Zalig. Maar ja, wauw, weet ik dat wel, jongen. Zeg, hey, rustig, hè. Moet je niet zo bij een vloeken gaan roepen met dieren? We zijn nu wel in de kerk, hè. Ik heb nog niet gevloekt. We zijn wel in de kerk. Ik heb nog niet gevloekt. We zijn wel in de kerk. Voilà, zie. We zijn op de top. Nou, we zien hier de. Hoe noemt dat? Ik kon er meer opkomen. Hoe noemt dat? Reuzenrad. Oh my god, ik ben. Ik heb een dom of wat is dat eigenlijk? Goed, allee. We zien dat er hier een lift is. Maar waarschijnlijk kan je die liftpad naar beneden. Wanneer zit hier viool te spelen op zijn mak? Dat hij lekker. En ja, we gaan het zien, hè, mensen. Ja, we gaan verder, man. We gaan gewoon maar verder. Zeg het een keer. Anouk is onze route. Wat lukt lijkt niet goed. Het is wel een beetje hoog, hè, wat aan het zeggen. Die op je mak? Nee. Ah, ja. Allee, we gaan een beetje verder. Let's go. Ik heb een rommelmarkt gevonden. Kijk. Brazzi.
Ja, Anouk is alweer aan het kijken voor schoenen te kopen. En nog geen schoenen genoeg eigenlijk. Nee. En, ja, ik weet het. Wat ga je zeggen? Het nooit schoenen genoeg. Voilà. En, zelfs met chacos. Voilà. Hoeveel chacos en schoenen kun je eigenlijk aan? Ja, maar is het waar of niet? Ja. Maar je hebt er nooit genoeg. Ah ja, oké. Okay. Vraag maar aan andere vrouwen, aan andere aan. Nooit genoeg. Ah ja, door voor mij haalt. Gebruik. We gaan naar huis. Om het schoon te houden naar pas gekomen. Ah ja, moet wachten. Maar ze raad is druk, ik weet het. Ik weet het dat het druk is. Doe gewoon rustig, oké? Okay? Doe gewoon rustig. Nee, rustig. Ja, goed. Dus ja, dat was een dagje Brussel. Ik heb me geamuseerd. We hebben vele kilometers gewandeld. Ik weet niet hoeveel dat juist is, maar aan ons is veel gewandeld. Ik ben kapot. Dat ligt en niks of naar Kruid en nu gaan we naar huis. Gaan we naar huis. Of gaan we nog een keer naar Waregem. We gaan het zien. We gaan het wel zien. Maar we zijn weer weg uit Brussel. Volu! Voilà, die mensen. En ondertussen zijn we thuis gekomen. UPA. Het is niet dat ik blij ben dat ik thuis ben, maar ik ben wel blij dat ik thuis ben. Dat ik ben een beetje moe. Oh, we hebben veel gewandeld. En ja, kijk, ik ga de vlog afsluiten, want veel gaan we niet meer doen. Hè. Om de boel wegsteken, en dan is het een zeteltje of op bedje liggen. En gewoon een beetje dutje doen. En weetje goegoe, goegoe. Voilà, ze. Allee, allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer van een nieuwe dag, van een nieuwe vlog. Salut!